In de haven van Antwerpen hoeven de havenarbeiders niet langer naar het aanwervingskantoor te komen om hun job voor de dag aan te nemen. Via het MySepa-platform kunnen ze zich van op afstand aanmelden en krijgen ze toegang tot diverse HR-applicaties. SEPA is de werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars in de Antwerpse haven. Wij verzorgen het sociale luik van de tewerkstelling van de havenarbeiders die in dienst zijn bij die havenbedrijven. Wel, MySepa is een digitaal platform dat wij een tijdje geleden ingesteld hebben voor de havenarbeiders, waarop zij terecht kunnen voor een aantal zaken. Onder andere kunnen zij daar vakantiedagen mee aanvragen, zij kunnen hun werkkledij daarmee bestellen. De nieuwste toepassing die wij erop gezet hebben is het DigiCot-verhaal, dat wil zeggen een systeem van elektronische aanwerving. Elke havenarbeider die in losdienstverband werkt, moet zich in principe aanmelden in dat kot fysiek. Dat is nu niet meer het geval. We hebben een proefproject gestart in de maand april met een elektronisch systeem van aanwerving. De werkgever moet zijn jobaanbiedingen posten op het platform. En havenarbeiders krijgen op een bepaald moment die jobaanbiedingen te zien en ze kunnen zich inschrijven voor een bepaalde job. Het probleem was van SEPA dat men beter wilde communiceren met de 4800 havenarbeiders en met name het toewijzen van de rolverdeling of de taken. Vanaf nu kunnen de mensen inloggen via de laptop, de pc of een mobile device op MySepa of DigiCot. Om de juiste ondersteuning te bieden, had SEPA ook nood aan een oplossing voor mobile device management. Daarvoor gingen ze in zee met een gespecialiseerde partner. Mobile device management betekent eigenlijk dat wij als externe partner ons gaan bezighouden met het beheer van de toestellen die zich bevinden op de verschillende locaties in de haven. En met name de licenties en de configuratie. De samenwerking met Mobitel is zeer goed verlopen. Wij zochten naar een partner die ons op het gebied van veiligheid en bedrijfszekerheid kon ondersteunen en die hebben wij zeker met Mobitel gevonden. We hebben ervoor gezorgd dat op diverse plekken in de haven optimale wifi ontvangst is, zodanig dat de havenarbeiders ten allen tijde de applicatie kunnen gebruiken. Met de webapplicatie moeten havenarbeiders geen verplaatsingen niet meer doen. Ze moeten zich niet meer begeven naar het kot om daar fysiek aangeworven te worden. Dus dat heeft toch wel heel wat voordelen, zowel voor de havenarbeider zelf als voor de gemeenschap, denk ik. De beperking van het aantal verplaatsingen op onze wegen is noodzakelijk. De webapplicatie is in eerste instantie in een proefproject gestoken voor de arbeiders ingedeeld in de morgenshift. In een tweede fase, normaal gezien voorzien in het najaar, gaan wij dat project verder uitrollen naar de arbeiders die in de andere shiften ingedeeld zijn. En natuurlijk, dit is een element in heel het MySepa-verhaal, waar wij ook een aantal andere toepassingen wensen te integreren. En dat is een project dat over verschillende jaren gespreid gaat zijn.